the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for dames en heren, en de heel goede avond live vanuit het Vaudeville Theater in de prachtige Koninginnengalerij op een steenworp van de Brusselse Grote Markt. Heet ik u van harte welkom op deze 7e editie van de Family Business Awards of Excellence. Een initiatief van EY in samenwerking met haar partners BNP Paribas Fortis, Leco, De Tijd, FBN Belgium en Guberna. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette 7e édition de la remise des Family Business Awards for Excellence, une initiative de EY en collaboration avec ses partenaires BNP Paribas Fortis, Leco, De Tijd, FBN Belgium et Guberna. En uiteraard hadden we u vanavond veel liever in levende lijven willen begroeten, maar corona heeft er anders over beslist. Dat is nog altijd de spelbreker. Maar we hebben er een heel gevarieerd, een heel mooie avond van proberen te maken. Een heel afwisselende avond ook. En ik heb me laten vertellen dat er op dit moment heel veel naar ons zitten te kijken. Bedankt daarvoor. En als u wil reageren, dan kan dat op social media met de hashtag FBA20. Dans moins d'une heure, mesdames et messieurs, le prestigieux Family Business Awards of Excellence sera attribué à un de nos trois lauréats, à une entreprise familiale. Et nous avons effectivement cette année trois lauréats de taille, trois lauréats qui sont excellents chacun dans les domaines de la bonne gouvernance, dans la transition de l'entreprise, de l'esprit d'entreprise à travers le temps, au fil des différentes générations. En die drie laureaten zijn, ik denk, een half uurtje geleden gearriveerd hier in het theater. En we hebben daar beelden van. En we gaan er nu even naar kijken. Hier zien we de mensen van Cartamundi, marktleider voor de productie van speelkaarten en bordspellen, zoals onder andere Cluedo en Monopoly en vele andere. Dit zijn de laureaten van uitgeverij Lano, die we onder andere kennen als uitgever van het meest verkochte kookboek van België. En dan heb ik het over het boek van Pascal Nasus, uiteraard. En hier arriveert ook Stadsbader, specialist in bouwprojecten en dagelijks actief op 125 werven in België en ook in het buitenland. En op dit ogenblik zitten die drie laureaten hier bij ons in het theater. Uiteraard op corona-veilige afstand van elkaar. Dus van harte welkom allemaal. Het doet mij plezier u hier te mogen begroeten. Wij hebben echt ons best gedaan om er een heel inspirerende avond van te maken. Met boeiende gasten, interessante gesprekken, knappe video's ook. En een live band om u tegen te zeggen onder leiding van Hervé Martens. En u zit op dit moment waarschijnlijk reikhalzend uit te kijken naar wat komen gaat. En ik zie ook al de spanning een beetje toenemen in de ogen van onze drie laureaten. En ik moet eerlijk bekennen, ik ben zelf ook wel een beetje gespannen, want mijn co-presentator is er nog steeds niet. Ik vraag mij af, Christophe, waar ben je in godsnaam? Kom aan, zeg. Ik voor een keer wel, sorry daarvoor. En fait, je vais tout vous dire, j'étais en train, ça dérape un peu ici, j'étais en train d'étudier le dossier de ces entreprises de l'année pour cet événement tout à fait exceptionnel, vous vous en doutez bien, et je n'ai pas vu le temps passer. Bon, il est évident que je vais aussi avoir le temps maintenant de vous donner une citation, Anne, pour faire en sorte que cet événement ait de l'ampleur. Et cette citation, elle vient de Jacques Brel. Jacques Brel disait ceci, le talent, c'est 90% de transpiration, 10% d'inspiration. Alors, la transpiration, je viens de donner sur mon vélo. L'inspiration, vous en avez à revendre à vos côtés, Anne, puisque à vos côtés, Eric Van Hoof, Family Business Leader chez EY, eh bien, il s'y trouve, c'est à vous. I
fijn te weten dat Christophe onderweg is. Ja, hij maakt het graag spannend, zoveel is duidelijk. En effectief, meneer Van Hoof zit hier ondertussen bij mij op het podium. Van harte welkom, meneer Van Hoof. Ik denk dat we gerust mogen zeggen dat we fantastische familiebedrijven in ons land hebben. Hè? Ja, dat klopt, Anne. Familiebedrijven zijn nog altijd een heel belangrijk onderdeel van ons bedrijvenlandschap. En het ondernemerschap dat wordt overgedragen van één generatie op een ander is nog heel mooi. En we hebben dat gezien in de familiebedrijven die we elke dag tegenkomen. En dat ondernemerschap is getest geweest de laatste tijd met het coronavirus. Mm-hmm. En de bedrijven hier aanwezig in de zaal hebben dat heel goed aangepakt naar weerbaarheid toe en naar wendbaarheid toe. En dit willen we even in de verf zetten met deze prijs. We willen hen zeker van harte feliciteren. Ja, u spreekt over een prijs, maar in feite is deze Family Business Award of Excellence niet echt een competitie, hè? Nee, dat klopt, Anne. Het is eigenlijk meer een richtlijn voor best practices die we willen geven. En een platform creëren waar familiebedrijven met elkaar kunnen spreken en best practices delen. En dat is eigenlijk de bedoeling van deze prijs. Zijn dat dan best practices zowel van grote als van kleine familieondernemingen? Ja, dat klopt. Je moet geen miljardenbedrijf zijn om een mooi voorbeeld te zijn voor andere bedrijven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we naar het traject kijken van elk familiebedrijf. En elk traject is uniek. En die trajecten zijn altijd, die komen altijd mee met oplossingen die daarvoor gevonden zijn door de families en de familiebedrijven. En dat zijn altijd mooie voorbeelden voor anderen. Je crois que tout le monde est fatigué de ce coronavirus et il est clair que son impact a été énorme sur la vie des entreprises et bien évidemment aussi sur les structures familiales. Oui, tout à fait. Nous sommes bien conscients, hein, nous-mêmes chez EY et tous nos partenaires dans cet événement, que le coronavirus a eu un impact important sur les entreprises familiales, mais nous pensons aussi que ça a donné des opportunités et qu'il y a des très belles... des très belles expériences d'entreprises familiales qui ont continué à investir, qui ont continué à faire preuve de résilience et de prendre ces opportunités. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et donc aussi au niveau, sur le domaine de la résilience, vous voulez inspirer aujourd'hui? Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on veut faire avec les sociétés familiales qu'on va présenter dans un instant. C'est de très très beaux exemples, je pense, de résilience. Et je laisse au public le soin d'en juger pour eux-mêmes. Mm-hmm. Et il faut l'avouer, Monsieur Van Hoof, l'endroit, le lieu où nous nous trouvons ce soir, c'est vraiment fantastique, hein, c'est magnifique. Oui, tout à fait. Et ce que peu de gens savent, c'est que les galeries Saint-Hubert sont une entreprise familiale. Ah, d'accord. Qui est déjà gérée depuis 5 générations par des familles. Mm-hmm. Et donc, c'est des galeries qui existent depuis 1845, donc qui ont plus de 175 ans. 175 ans, ils ont connu la guerre, ou plusieurs guerres même, où ils ont connu le Covid, ils ont connu toutes sortes de crises, des crises financières et autres. Et donc, un très très bel exemple aussi de résilience et aussi un très bel exemple d'innovation, puisque quand un banquier et un architecte se sont mis ensemble pour créer les Galeries Saint-Hubert, l'idée c'était de créer quelque chose d'innovant, un nouveau modèle urbanistique pour Bruxelles. Oké, okay, en wij mogen daar vanavond van genieten. We praten zo meteen verder, meneer Van Hoof. Maar eerst gaan we even de klok achteruit draaien, want we zijn Michel Moortgat gaan opzoeken van de brouwerijgigant Duvel Moortgat. Geheel coronaproef uiteraard. En zij waren de ambassadeur van 2019. De avond dat Duvel Moortgat bekroond werd, was een fantastisch Sinterklaasgeschenk. Het was leuk om daar zowel met familie als met collega's uit het bedrijf, maar ook andere collega's uit het brede bedrijfsleven aanwezig te zijn en dat samen te kunnen vieren. Ik herinner mij dat ik die avond heel veel fijne reacties ontvangen heb. En dan uiteraard de dagen daarna reacties via sms, WhatsApp, mail. Op alle mogelijke manieren zijn er felicitaties binnengekomen. De mensen waren daarmee bezig.
We zijn ongelooflijk fier dat we deze prijs aan de vooravond van onze 150ste verjaardag in ontvangst hebben mogen nemen. Het is een bevestiging dat de dagdagelijkse beslissingen die in dit bedrijf worden genomen, dat de juiste zijn. Ik heb vooral de laatste maanden moed en kracht kunnen putten, enerzijds uit mijn gezin en anderzijds veel steun ontvangen van de collega's binnen het bedrijf. Er was een grote solidariteit. De positieve lessen uit de pandemie zijn denk ik enerzijds dat er bij de mensen veel meer veerkracht is dan dat we misschien oorspronkelijk gedacht hadden. Anderzijds toch ook dat wij sociale wezens zijn en dus dat het hoog tijd is dat de horeca terug open gaat, dat we er kunnen van genieten. Maar ik denk dat we enerzijds als vele bedrijven klaarstaan met onze plannen voor de volledige heropstart van de economie, maar anderzijds met als familiebedrijf met een lange termijnvisie zullen we hopelijk in de toekomst kunnen terugblikken en zien dat 2020 slechts een kleine dip was. We vieren dit jaar onze 150ste verjaardag en we zijn zeer erkentelijk aan iedereen die de voorbije 150 jaar dit bedrijf hebben gemaakt zoals dat het is. Anderzijds kijken we zeer hoopvol naar de toekomst omdat we denken dat we de juiste waardes en de juiste wapens hebben om hopelijk nog eens 150 jaar te groeien. Bekroond worden met de Family Business Award of Excellence was in mijn geval een verduveld goede ervaring. Gezondheid. En ik zou alvast de toast willen uitbrengen, hè, op die 150ste verjaardag van Duvel Moordgat dit jaar. Ja, vanavond maken we bekend wie de opvolger wordt van Duvel Moordgat. Onze drie laureaten zitten daar. Wat kan u ons over hen al vertellen, meneer Van Hoof? Well, Annie, ik heb de eer gehad om sommige van die dossiers zelf te mogen invullen. En ik heb ook de eer gehad om de anderen te kunnen nalezen. En ik heb er heel veel inspiratie in gevonden. Mm-hmm. Niet alleen over resilience, maar ook over family governance, over alle dingen die ze, alle structuren die ze hebben opgezet en anderen kunnen inspireren. Mais sélectionner un ambassadeur parmi ces trois lauréats excellents, c'est pas évident. Mais heureusement, il y a un jury indépendant, un jury d'experts qui a cette tâche. Hein. C'est bien pour ça que nous avons mis en place un jury indépendant et tout à fait professionnel, avec des personnes qui sont issues d'entreprises familiales eux-mêmes et aussi des personnes du monde académique qui font de la recherche sur les entreprises familiales. Et donc ce jury a eu la lourde tâche, effectivement, et on ne leur a pas rendu la tâche très facile cette année, encore une fois. Donc je ne voudrais pas être dans leurs souliers. Oké, goed. Er is weliswaar praktisch geen publiek aanwezig hier vanavond, maar toch vinden we het belangrijk om de stem van de kijker te horen. Vandaar dat we een interactieve poll hebben georganiseerd. Want we praten straks ook met de partners van EY en het is u die naar ons zit te kijken die zal bepalen welke vragen we aan hen gaan stellen. U krijgt zometeen 5 keuzevragen te zien. Daar mag u er 1 van aanklikken die een like geven bij manier van spreken. En de 3 vragen met de meeste voorkeur stemmen, die leggen we dan straks voor aan de partners van EY. Donc, tout à l'heure, les partenaires vont nous rejoindre aussi pour un entretien ici sur le podium. Et ce sera vous qui allez décider quelles questions nous allons poser à nos partenaires. C'est-à-dire, vous avez le choix parmi 5 questions. Donc, veuillez donner un like, un petit V à la question de votre préférence et les trois questions qui ont le plus de votes seront posées donc tout à l'heure à nos partenaires. Jetons tout d'abord un coup d'œil sur les 5 possibilités, les 5 questions de quoi il s'agit. Une eerste vraag is bijvoorbeeld: is het formeel opgericht deugdelijk bestuur een hindernis in de wendbaarheid? Misschien is dat een van uw favoriete vragen. Deuxième question, deuxième possibilité. Dans les moments difficiles, comment gérer au mieux la communication entre la famille et les membres du personnel? Derde mogelijkheid, waaruit u kan kiezen. Was het in 2020 makkelijker voor familiebedrijven om te investeren dan voor niet-familiale bedrijven?
En dan is dit er ook nog eentje. In welke mate waren de investeringsopportuniteiten het afgelopen jaar bij de familiebedrijven bewust maatschappelijk verantwoord? En last but not least, dernière question, dernière possibilité pour voter dessus. Donc, quels sont les trois plus grands défis des entreprises familiales au cours des cinq prochaines années? Alors, faites-nous savoir quelle est votre question favorite. Donnez un petit clic, un petit... approuvez-le, quoi, un petit like. Et puis, finalement, ce soir, nous allons poser les trois questions à nos partenaires. À droite de votre écran, normalement, vous auriez la possibilité de voter. OK? Ik zou je allemaal willen verzoeken om uw favoriete vraag aan te klikken, die een like te geven. En dan zien we wel welke drie vragen straks uit de bus vallen. Welke vraag zou u eigenlijk aanduiden of willen beantwoorden, meneer Van Hoven? Ik vind ze allemaal heel interessant, maar ik zou zeker de eerste vraag meepakken. Ja. Want die wordt mij wel al eens gesteld door de sceptici van de family governance. Wel, we zullen zien of die inderdaad in onze top 3 zal belanden straks. Bedankt al eens voor dit boeiende en interessante gesprek, meneer Van Hoven. En dan geef ik nu graag het woord aan Christophe, die op het balkon staat met onze volgende gast. Voilà, je vous vois de loin, mais je ne vous perds pas de vue. Et on vient d'entendre Christopher Cross. C'est gentil d'avoir pensé à Christophe presque pour nous introduire. Avec moi, Olivier Van Belleghem. Bonjour, monsieur Van Belleghem. Bonsoir, directeur Wealth Management chez BNP Paribas Fortis. Eerste vraag in het Nederlands. Zijn er toch positieve gevolgen aan die pandemie, zoals Erika Vlieg bijvoorbeeld zou zeggen? Niet zeuren. Welke zijn de positieve gevolgen, Olivier? Wel, een delicate vraag, want in eerste instantie zijn er natuurlijk toch wel drastische effecten voor een hele hoop ondernemers, bedrijven en ook de werknemers, zeker in zekere sectoren, zoals bijvoorbeeld de horeca, de eventsector en de culturele sector. Maar we zien toch ook wel dat enerzijds, als we over de positieve elementen spreken, innovatie en creativiteit toch wel een boost hebben gekregen. Ik denk dat er heel veel bedrijven aan de slag zijn gegaan met hun businessmodellen, met hun processen, met hun budgetten ook, om te kijken van, hoe moeten we die heroriënteren om rekening te houden met het nieuwe normaal, laat ons zeggen, waar we toch al een jaar in zitten. Twee, denk ik, digitalisering. Heel duidelijk, digitalisering heeft een heel felle versnelling gekregen. Dat is wat we vandaag doen. Dat is wat wij vandaag doen, maar bijvoorbeeld ook het taboe rond telewerken. Mm-hmm. Dat in heel wat bedrijven, ja, kleinere bedrijven, grote bedrijven, familiebedrijven, maar ook niet-familiebedrijven, toch nog er was, is denk ik vandaag volledig weggevallen. Een ander punt waar toch ook wel wat vragen vandaag rond gesteld worden, is het nut van heel wat verplaatsingen, binnenlandse, buitenlandse verplaatsingen. Dus ik denk mobiliteit, dat daar toch ook wel een anders naar gekeken wordt. En dus met andere woorden kom ik ook meteen bij de duurzaamheid, die toch wat centraler in het hele debat gesteld is sinds de uitbraak van de pandemie. On va en reparler, hein, de cette durabilité. Ouais. C'est joli, hein, le nouveau normal, comme vous dites. Cela dit, les entreprises familiales ont-elles mieux résisté que les autres? Bon, est-ce qu'elles ont mieux résisté que les autres? Je pense que les entreprises familiales ont une perspective, et d'ailleurs, je pense que Michel Mortkat l'a cité aussi dans le petit film qu'on a eu, ils ont une perspective beaucoup plus long terme. Ils voient à travers les générations, donc je pense que ça, effectivement, c'est un élément important par rapport à d'autres sociétés qui sont pressées par des budgets, par des plans sur 5 ans, etc., et qui ont dû en fait s'adapter, et l'adaptabilité n'y était pas toujours. Donc, je pense que là, effectivement, je pense pour une société familiale, c'est important. Mais ce qui est très important pour certaines sociétés familiales, c'est effectivement la gouvernance. Si une société familiale a sa gouvernance en fait réglée, c'est-à-dire est-ce que les rôles sont clairs des différentes personnes, les actifs, les actionnaires actifs, les actionnaires passifs, le management externe éventuel, le personnel, est-ce qu'on a les priorités qui sont sur place, est-ce qu'on a
nos valeurs et nos objectifs, et est-ce que tout ça est communiqué de manière transparente? Si ça, c'est le cas, ça crée un cadre et un contexte serein qui fait que effectivement plusieurs sociétés familiales, ou les sociétés familiales en général, en fait, traversent cette crise de manière plutôt bien. La sérénité, la durabilité, vous avez déjà cité le mot, les entreprises durables ont-elles mieux résisté? Mais là, je pense que oui, et ça se reflète aussi. Bon, je suis banquier, donc les indices boursiers, je les regarde quand même un peu. Et donc, quand on regarde un peu les indices boursiers, on voit que les indices boursiers durables, déjà depuis certains temps, certaines années, en fait, on voit déjà en fait, qu'il y a un écart qui se crée entre les indices durables et les indices plutôt classiques. Mais cette année-ci, il y a clairement une accélération et un creux qui s'est créé encore plus important. Donc, je pense que oui. Voilà. Bon, pour ce qui est de la définition de la durabilité, on fera ça lors de la prochaine édition. Merci, Olivier Van Belleghem. C'est un bon roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Et on rentrait chez lui. Là-haut, pour les brouillards, et le descendait dans le midi. Ik weet niet, dames en heren, of u het al is opgevallen, maar hier op het podium staat op die sokkel de trofee waar rond het helemaal draait vanavond. Hè? De trofee van de Family Business Award for Excellence. Straks zal die in de lucht worden gestoken door een van onze drie laureaten. Maar zover zijn we nog niet natuurlijk, want we gaan eerst nog een voorstellingsvideo van elk van hen te zien krijgen. Isabel Albers, de redactiedirecteur van Lico en De Tijd, gaat ook nog met elk van hen individueel in gesprek. En om hen al een beetje klaar te stomen op de vragen van Isabel, zou ik nu aan Christophe willen vragen om ze één voor één al een beetje op te warmen met een aantal vlugge vragen. Laat het mij zo formuleren. Voilà, ja, luchtige vragen ook. Opwarmer ben ik dus vanavond. Ik sta dus ten eerste bij de heren van Cartamundi, marktleider in zaken speelkaart en bordspellen. Dag heren. Stefan Merksou, beleeft u de avond? Gaat het? Een zeer mooi decor, dank u wel. Goeie avond. Prachtig. Gemak, zeer vol vertrouwen. Wij denken dat het de beste zal winnen. En wie is de beste? Dat laat ik aan u over. Aan de jury over. Hein? Jean-Louis de Cartier de Marchienne, avec quelle star mondiale, vous qui vendez des cartes, voudriez-vous jouer aux cartes? Oh mon Dieu! Quelle bonne question. Oui. Avec vous? C'est pas... Ah non, ça, je peux vous dire. Je suis ni star mondial, ni un champion des cartes, un autre. Je ne sais pas, Patrick, vous pouvez dire Patrick Bruel, par exemple? C'est un champion non, poker, peut-être hein. Pas Patrick Bruel. Peut-être. Oui, qu'est-ce que je dirais Quelqu'un qui achète des cartes chez vous? Mais vous savez, il y a des spécialistes du cardistry, mais je n'ai pas un nom en tête. Dynamo. Mais peut-être, Dynamo. Dynamo, voilà. Eh bien voilà, écoutez, c'est magnifique. Frédéric de Sommer, wie zal u als eerste bel als u wint? Mijn echtgenote. Voilà. Die wacht nu. Die is aan het wachten. Vol ongeduld. Hopelijk is aan het kijken ook. Uiteraard. Kunt u daar misschien iets zeggen aan uw echtgenote? Nee? Hebt u een boodschap? Dat hou ik. Nee, dat hou ik van mezelf. Je ziet daar wat aan. Pas encore de scoop. Je fais ce que je peux. Merci et bonne chance évidemment à vous. Voilà de tweede lauréate van Lano, avec Mathias Lano en dochter Laura. Mathias, hebt u verleden nacht goed geslapen? Bijzonder goed. Slaapt u altijd goed? Meestal. Ja. Hoeveel uren per avond, zowel, per nacht? Bijna 7 uur. 7 uur, mooi. Ja. Gemiddelde. Laura, welk boek zou u uitgeven? Een kookboek van Anne, zou Anne een kookboek schrijven? Of de roman die ik aan het schrijven ben, dus het is een soort Romeo en Julia verhaal over België. Als u beide zegt, moet u de beide uitgeven, opgepast. En als ik één zeg, moet ik ze ook uitgeven? Of, Ik laat het in het midden. Ik ben wel geïnteresseerd in uw roman. Ça va. Dat is geen verdoken reclame, dank u. Vriendelijk. Proficiat évidemment, je vous souhaite beaucoup de bonne chance. Et notre troisième lauréat, Stadsbader, avec Dominique Valk et Johan Vrege. Dominique, uw medelauréat zit in de boekenbranche, in de sector van de spelenkaart. Wat doet u het liefst, kaarten of een boek lezen? Ja,
Ja, het is geen vraag van mij. Ik, zo'n supergoeie vraag. Ik denk dat de beide afgewisseld kunnen worden. Dus om, je kunt beide ook tegelijk doen. Ook, hè? Tegelijk, dat denk ik niet. Ik ben niet aan multitasking, is niet voor me weggelegd. Ça va. Oké, okay, merci à tous. Pour vous interviewer maintenant en profondeur, voici la leading lady de la presse belge. Elle est rédactrice en chef, je ne sais pas si on dit rédacteur en chef ou rédactrice en chef du Tate et de l'Écho. Voici Isabelle Albers. You got me started, nothing on earth can stop it. It's crazy, I'm falling, I don't know what else to call it. Do you believe in magic? Dank je, Christophe. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ik zit hier te popelen om met de drie kandidaten te spreken. Maar eerst gaan we even ter plekke te kijken. En we beginnen met kandidaat nummer 1, en dat is Cartamundi. Dankzij onze producten, bordspellen en kaartspellen, brengen wij mensen samen. Dit bedrijf heeft al 7 tot 8 generaties familiale aandeelhouders. Elke beslissing past in het kader van lange termijn toegevoegde waarde. Bij ons is de governance ingebed in het feit dat 50 jaar geleden twee concurrerende families samengekomen zijn om speelkaarten te produceren. Vandaag de dag, als ik kijk hoe dat we met het management samenwerken, dat is snel, efficiënt en we hebben allebei onze ervaring vanuit verschillende sectoren. Dus ik denk dat het nog altijd zeer relevant is. Wel, ik denk dat een gouden regel in governance in zijn algemeenheid transparantie is. En dat geldt zowel voor een bedrijfsgovernance als voor een familiegovernance. Wel, bij Cartamundi is ondernemerschap troef. En dat voel je aan alles wat hier gebeurt. En dat maakt het ook zeer uitdagend voor mij om mijn job hier uit te oefenen. Bij de opkomst van het virus hebben we een aantal moeilijke momenten gekend, vooral in april en in mei, doordat de fabrieken sloten. En daar hebben dan beide families samen met het management besloten van Medimundi op te richten. En de maskers rollen nu al van de band. Ik denk dat de producten die we hebben ongelooflijk zijn naar de toekomst toe, dat we fantastische dingen kunnen doen naar entertainment, maar ook learning van onze klanten. Ja, waar is het einde? Ik weet het niet. Ik geloof dat die waardecreatie vooral gekomen is door die gestage groei die dat we hebben kunnen doen in de verschillende categorieën en ook telkens door de winsten te herinvesteren. De grootste uitdaging voor Cartamundi bestaat eruit om naast de fysieke producten die we voor 99% van onze omzet vandaag verkopen, uit te breiden met digitale diensten en producten die complementair zijn en een 360 graden ervaring bieden aan onze consumenten. Ik denk dat we een fantastisch product hebben dat ons de mogelijkheid geeft om nog verder te groeien en nieuwe gebieden te analyseren. En we hebben in onze volgende generatie heel dynamische, competente mensen die nog moeten groeien, maar die er zeker gaan komen. Ik geloof dat het bedrijf nog heel veel kansen heeft en een heel mooie toekomst, maar het aantal generaties nadien, dat zullen zij dan zelf uitmaken. Goedenavond, bonsoir, Johnny de Cartier, Frederik de Zomer. Frederik de Zomer, ik begin bij u. In het videootje hoorden we een prachtige zin. Dankzij bord- en kaartspellen brengen we mensen samen. Helaas, samenbrengen in corona. We hebben hier geen publiek vanavond, maar ze kijken wel mee in massale getalen. En laat dat nu net iets zijn wat jullie twee heel weinig doen. Dat is voor een publiek naar voren treden, terwijl jullie wel samen het duo zijn achter een bedrijf van 500 miljoen euro omzet, 2600 medewerkers. Ja, klopt. Ja, waarom is het toch nog altijd vivant heureux, vivant caché? Wel, ik denk dat we hebben al een aantal interviews samen afgegeven, maar effectief niet zo vaak in de pers. En Cartamundi komt regelmatig in de pers, maar wij laten dat over aan de andere mensen. Dus ik denk dat er heel veel redenen zijn waarom dat Cartamundi in de pers kan komen. Wij blijven ietsje op de achtergrond. We zijn heel blij dat we dat vanavond en de afgelopen weken wel hebben kunnen doen. Ja, want jullie beide families hebben 50 jaar geleden beslist om samen Cartamundi op te richten. Meneer de Cartier, jullie kennen elkaar misschien
ook al 50 jaar of ietsje minder, iets minder, maar toch al lang. Want in een van die heel zeldzame interviews in de tijd, gelukkig, hè, zei u, wij kunnen vlotter samenwerken dan als we broers zouden zijn. Ellebogenwerk van broers en zussen is de dood van veel familiebedrijven. Dat moet u toch even uitleggen. Ja, ten eerste, ik kan heel goed met mijn broer samenwerken. Of met mijn broer samenwerken. Dus ik wil zeggen, ik wil dat toch een beetje nuanceren. Maar het is waar dat ik denk, als je met familie samenwerkt, is het ietsjes moeilijker. Tussen ons is er absoluut geen competitie. Er is absoluut geen afgunst op enige manier. We hebben elk onze familie. We werken samen in dat bedrijf van Cartamundi. En we zijn samen daar om het bedrijf te laten groeien. We hebben allebei dezelfde kennis, dezelfde dynamiek, dezelfde goesting, als ik het zo mag zeggen, om dat bedrijf te laten groeien. En ik denk dat dat juist een heel sterk team maakt. Maar dan om op uw andere vraag te antwoorden, het ellebogenwerk. Ik zie toch in vele familiebedrijven dat er effectief wat nijd is of wat afgunst is tussen familieleden. Hè, waarom hij en ik niet? En dan krijg je een negatieve dynamiek. Wat er bij Cartamundi absoluut niet is, maar dan krijg je die negatieve dynamiek. En er zijn een aantal familiebedrijven die daaronder lijden. En dat vind ik jammer. Ja, we zullen straks eens aan de twee andere kandidaten vragen. Maar een heel straffe regel bij Cartamundi is wel dat jullie beide families zijn overeengekomen dat er absoluut geen familieleden in het bedrijf mogen werken, nog als CEO, nog in de lagen eronder. Waarom hebben de twee families die beslissing genomen? Want ik kan me voorstellen dat er wel neven of nichtjes of kinderen zijn die misschien toch wel ambitie hebben. Ja, u geeft eigenlijk al het antwoord op de vraag. Neven en nichtjes en dan nog eens twee families. Als je dat moet gaan regelen in een bedrijf dat groeit, zou dat heel snel problemen kunnen geven. Dus wij hebben gezegd, dat is eigenlijk ook al onze ouders die dat ook in de groei van Cartamundi hebben gezegd, van kijk, er zijn plaatsen in de raden van bestuur. Daar moet je natuurlijk ook met de kennis dan terechtkomen. Maar op het managementniveau, tenzij een stage dat je wilt doen of zo, laat ons dat voorbehouden aan professioneel extern management om die groei en die rust juist in de familie, om die te blijven behouden. Dus dat is eigenlijk de hoofdreden. Moesten wij één familie zijn, hè, we zullen zeggen, we gaan geen naam noemen, dan zou dat misschien wat anders zijn. Maar in een 50-50 is dat eigenlijk bijna een logische regel. Oké. Okay. Meneer De Cartier, u zei op een bepaald moment in het filmpje, waar is het einde? Maar ja, waar is het einde? Ik vraag mij af, hoe lang kan een bedrijf als Cartamundi doorgroeien met twee families als aandeelhouder zonder dat er op een bepaald moment extra kapitaal of een beursgang, of zelfs al een voetbalclub naar de beurs gaat? Waarom zou Cartamundi dan niet naar de beurs kunnen? Waar is het einde? Wel, ik denk, om in twee stappen op uw vraag te antwoorden, ik denk dat er bij Cartamundi de markt en het product effectief nog een enorme groei. De digitalisering, Stefan heeft het gezegd in het filmpje, geeft ons nog enorme mogelijkheden. En ik zie daar nog echt heel veel toekomst in. Alhoewel dat ik geen digital native ben, maar ik zie daar wel de mogelijkheden in. Waarom zou dat niet kunnen onder de noemer van een familiebedrijf? Ik ben de zevende generatie van het bedrijf Brepels. Hè. We zijn meer dan 220 jaar oud. We hebben moeilijke tijden gehad, we hebben goede tijden gehad, we hebben problemen opgelost als ze zich stelden. En ik denk dat dat ook kan. Er zijn familiebedrijven die 20e generatie zijn. Nu, een beursnotering heeft natuurlijk veel voordelen. En je kan daardoor kapitaal ophalen, je kan daardoor misschien wat sneller groeien. Maar in mijn gevoel, maar de volgende generaties zullen het zelf bepalen. In mijn gevoel geeft dat ook wat beperkingen op niveau van snelheid en snelheid van beslissingen. Snelheid. Wij nemen samen met het management nemen wij ongelooflijke grote beslissingen op zeer korte termijn. Okay. En dat is heel sterk natuurlijk. Dat is duidelijk. Familiebedrijf is sneller nu, maar hopen dat Club Brugge even snel blijft scoren als ze naar de beurs gaan. Ik hoop het voor u. Dank u wel. Beide heren, veel succes gewenst straks. Maar on retourne d'abord chez Christophe. Christophe, où es-tu?
Ah ben je suis sur le balcon, Isabelle. Je crois d'ailleurs que vous êtes supportrice hein, du club de Bruges. Non, il me semble que oui. Enfin, vous n'allez pas avouer ce soir. Et merci en tout cas pour cette exclusivité hein, de personnes extrêmement rares, sauf justement ici dans le cadre de cet événement. Chers amis, je vous rappelle que vous pouvez donc voter pour une de vos questions favorites, questions qui seront posées à nos partenaires dans quelques instants. La liste est accessible. Mais avant cela, faisons plus ample connaissance avec nos deuxièmes lauréats. C'est par ordre alphabétique que nous procédons. Après le C de Cartamundi, voici évidemment le L de l'anneau. Boeken lees of bekijk je niet enkel. Je kan ze voelen, je ruikt of beknuffelt ze. Je kan ze cadeau geven aan je dierbaren. Kortom, je hebt er een emotionele band mee. Anno is een groot, gezond en slagvaardig familiebedrijf. Reeds 111 jaar wordt het gerund door boekenliefhebbers met een zakenwijsheid. Naast het uitgeven van boeken zijn wij ook uitgever van stationery en vullen ook de logistieke activiteiten en distributieactiviteiten als een van de weinige uitgevers in de Lage Landen zelf in. Wij hebben de overgang naar de volgende generatie eigenlijk al, de krijtlijnen daarvoor hebben we uitgezet, heel tijdig. En vooral hier dat er überhaupt sprake van was. En we hebben de procedure geobjectiveerd. Dus we hebben het geheel ook heel transparant willen houden, zowel naar familie als naar medewerkers toe. Heel belangrijk bij dit verhaal was dat iemand die in het bedrijf zou starten op dezelfde manier zijn strepen verdient en doorgroeit als andere collega's. De coronaperiode was zoals een spannend boek met veel plotwisselingen. We hebben een sterke groei gemerkt van de verkoop van het algemene boek, vooral in het najaar. En ook een sterke groei van de e-commerce. Uiteindelijk is dat ook uitgemond in de overname van een grote nieuwe uitgeverij in Nederland, die ons in feite het marktleiderschap in de Benelux heeft bezorgd. We leven in tijden van vluchtigheid en oppervlakkigheid door social media. Een veelheid van informatie die op ons afkomt op het internet. En als uitgevershuis kunnen wij daar het verschil maken door de kwalitatieve informatie en de mooie verhalen te gaan aanwijzen. Toen ik hier begon, had ik een gesprek met meneer Godfried Lano. En hij gaf mij een opdracht mee van maak mooie boeken. En maak boeken die prijzen winnen. Er is ook ruimte om boeken te maken die daarom niet direct de gigantische omzet of het grote bereik gaan hebben, maar die toch voor bepaalde doelgroepen heel belangrijk zijn. Wij zijn vooral dankbaar voor wat onze voorvaderen ons hebben meegegeven. We zijn ook fier en trots op wat wij in de voorbije jaren en decennia hebben gerealiseerd. En anderzijds ook vol vertrouwen wat de volgende generatie van medewerkers en familieleden zal realiseren. In mijn klas zat een telg van de Codorniu-familie. Hij was de 18e generatie. Het familiebedrijf was gedurende 5 eeuwen in familiale handen. En dat lijkt me wel een mooi streefdoel, die 18 generaties. Mooi. Laura en Matthias Lano, welkom. Laura, laat ik met u beginnen, want uw vader kennen we al een beetje beter. 18 generaties, zoals de familie Codorniu. Ik heb me laten vertellen dat u goed bezig bent, want eigenlijk nog maar recent bevallen van uw derde kindje. Klopt. Dus dat is al een goed begin voor die 18e generatie. Maar voor deze award maakt u een uitzondering in uw bevallingsverlof. Waarvoor? Dank. Maar om eventjes verder te gaan, wat ik mij afvraag. Als ik naar uw cv kijk, dan zie ik dat je gewerkt hebt als advocaat bij Allen & Overy, internationaal gewerkt in de VS, bij Boston Consulting Group enzovoort. Waarom is die lokroep dan toch zo groot om naar Tielt of All Places terug te keren naar het familiebedrijf? Ja, in de eerste instantie, ik lees enorm graag. Het product boek ligt mij zeer nauw aan het hart. En ik ben natuurlijk ook met het bedrijf opgegroeid. Deel van mijn jeugd, deel van mijn identiteit eigenlijk. Dus het kriebelde al heel, heel snel om mee te kunnen schrijven aan dat verhaal en dat verhaal van groei. Niets leuker ook dan dag in dag uit met auteurs te kunnen spreken, mensen uit de politiek, economie, muziekwereld. Het is een voorrecht. Het was niet papa die zei, ik heb u nodig. Nee. Matthias, in het bij de vorige kandidaat hoorden we, ja, ellebogenwerk van broer of zussen, daar hebben we toch schrik van en daarom hebben we gekozen dat de familie niet actief is. U heeft het vele jaren zo gedaan en u bereidt nu de volgende generatie ook broers, zussen, neven, nichten voor om in het bedrijf te treden. Hoe kan het dan wel werken?
Wel, door de structuren die wij geïmplementeerd hebben, is er geen probleem geweest, is er geen ellebogenwerk geweest bij ons. Ook dankzij mijn ouders in feite die gezegd hebben dat er maximaal 2 in het bedrijf mochten terechtkomen in onze generatie. Dus we hebben op die manier dat opgelost en wij maken ook dat de rest van de familie voldoende informatie krijgt op heel frequente periodes en dat zij voldoende geïnformeerd worden. En er is ook een strikte, het is geen Chinese wall tussen de familie en de raad van bestuur. Als de familie problemen wenst op te lossen, dan moeten ze het onder elkaar oplossen. In de raad van bestuur moeten wij kijken naar de continuïteit van het bedrijf en niet naar de problemen van de familie, indien die er zouden zijn. En die zijn er momenteel niet. Ja, Laura, even naar de volgende generatie, want u bent dan actief geworden in het bedrijf, maar niet alleen. Ook uw zus is actief in het bedrijf en ook een nicht van u. Hoe bent u dan geselecteerd om te mogen voor de familie werken? Ja, dat was inderdaad iets waar we redelijk snel mee begonnen zijn. We hebben in eerste instantie geïnformeerd hoeveel mensen er geïnteresseerd waren. En dat bleek wel een groot aantal. 12 van de 25 kleinkinderen waren wel geïnteresseerd om eigenlijk op termijn dan een leidinggevende positie te kunnen innemen in het bedrijf. Dus we zijn van start gegaan met een externe partij die in eerste instantie assessments is gaan doen. Ook de raad van bestuur heeft een grote rol gespeeld. We hebben heel veel onafhankelijken die zitten in de raad van bestuur. Ook 2 interne bestuurders zijn in gesprek gegaan met die mensen. En we zijn eigenlijk op zoek gegaan naar 3 zaken. In eerste instantie natuurlijk competenties, maar die waren bij alle 12 wel aanwezig, denk ik. Maar ook complementariteit en het DNA, een goede fit met de cultuur van het bedrijf. Dat is een eigen cultuur. En op die manier zijn we tot 3 mensen gekomen. En beantwoordt u nu eens de vraag rechtstreeks, wordt u nu de nieuwe CEO of niet? Nee, maar daar hebben we in het artikel ook al... Nee, dat is iets dat moet groeien en dat zeer voorzichtig moet worden aangepakt. En dat bekijken we step by step. Diplomatisch bent u alvast. Matthias en Laura, misschien alle 2 om af te sluiten in het boekenvak. U zit in het boekenvak. Wat voor boek zou u willen aanraden aan al die families die ondernemen en in dit jaar heel erg moeilijke tijden beleven soms en heel veel resilience, veerkracht moeten tonen? Wat zou dat zijn, Matthias? Mag ik er 3 noemen? Of... 3, maar dan in een heel snel tempo. De kleine geschiedenis van grote durvers, dat is een boek van de grote Belgische ondernemers van de middeleeuwen tot vandaag. De grote Belgische ondernemers, geschreven door Peter van Ham. Een ander goed boek voor nu in deze bittere tijden van corona. Het boek noemt Bittere Tijden. Fantastisch. De nieuwste titel van Mario Vargas Llosa. Ja. En tenslotte misschien de dichtbundel die in september bij onze uitgeverij Meulenhof verschijnt van Armanda Gorman, die in de laatste dagen heel sterk in het nieuws is geweest. En u gaat het niet vertalen, Armanda Gorman? Daar waag ik mee. En wat is uw boekentip? Wel, ik zou denken The Offer You Can't Refuse van Steven van Bellegem, recent verschenen bij onze uitgeverij in Leuven. De titel zegt het zelf. Oké, als dat niet toepasselijk is, hartelijk dank. Veel succes. En we gaan eens over naar de derde kandidaat, ook een West-Vlaams familiebedrijf. Over naar de Werf. Door de heende jaren zijn zeer veel projecten gerealiseerd. Enerzijds de infrastructuur- en wegenprojecten die u dagelijks gebruikt. Anderzijds de vele bouwprojecten langs waar u rijdt. En als je thuis de kraan opendraait, komt het drinkwater hoogstwaarschijnlijk uit een van onze geplaatste installaties. Onze structuur op vandaag is een vrij beperkte raad van bestuur. We zijn met 2 mensen, mijn stiefvader en mezelf. Dan hebben we een raad van advies en dan hebben we ook een raad van continuïteit. Tasbader geeft 3 belangrijke pijlers, zijnde enerzijds flexibiliteit, anderzijds QHSE, dat omvat kwaliteit, gezondheid, veiligheid en omgeving. En daarnaast slagkracht. Ik ervaar hier een grote dynamiek. Getuige daarvan is ons investeringsprogramma. Dus elk jaar investeren wij in machines, nieuwe technieken, maar ook in mensen en opleidingen. We zijn van een klein familiebedrijf uitgegroeid tot het grote bedrijf die we nu zijn, waardoor dat we alles zelf kunnen doen en ook over alles zelf kunnen beslissen. Als ik naar mezelf kijk, dan kan ik u zeggen dat vanaf jongs af aan de passie met de pollepel, zoals men het zegt, werd meegegeven.
Dus ik zie twee lange periodes zijn de enerzijds het meegeven van de passie die je dan zelf verder kunt gaan uitwerken. Anderzijds een overdrachtsperiode waarbij dat tot op vandaag nog steeds een zeer actieve rol is in raadgeving bij belangrijke beslissingen van mijn stiefvader. De grootste uitdaging van Stadsbader is enerzijds groot genoeg zijn om mee te kunnen blijven doen aan de grote projecten en anderzijds smart blijven zoals een familiebedrijf het hoort te zijn, met korte contacten met je klanten, met je mensen, met iedereen rondom ons. Ik ben nog zeer jong en ben ook zeer ambitieus en hoop voor de komende generatie dezelfde kansen te kunnen geven alsof ik ze ook heb gekregen destijds, om dit familiale bedrijf nog vele jaren verder te zetten. Dominique Valke, last but not least, welkom CEO en hoofdaandeelhouder ook van Stadsbader. We hoorden daar juist de passie met de pollepel ingegoten. Hoe ging dat bij u in zijn werk, die passie voor de bouw? Wel, het punt is de werf. Praten over de werf, s'avonds door mijn stiefvader aan de tafel. En dan hoe de projecten gerealiseerd worden, waar dat we actief zijn. Spreken over investeringen en dan in het weekend gaan kijken. En dan natuurlijk, een beetje ouder is dan vakantiejob op de werf. De maandagmorgen vroeg weg naar Limburg. En het einde van de week terugkomen en de ganse week actief zijn op een werf. Ja, u heeft alle echelons doorlopen. Stadsbader is een familiebedrijf, maar het is wel een cas speciaal, als ik het zo mag zeggen. U zit hier ook alleen, bent ondertussen enige aandeelhouder. U heeft het bedrijf eigenlijk verworven beetje bij beetje. U was niet zomaar de erfgenaam. Leg eens uit hoe dat in zijn werk is gegaan en waarom dat zo is gegaan. Via een management buyout eigenlijk. Maar dat is zo gegaan omdat men dus niet, dat we niet wisten welk traject ik zou lopen in het bedrijf. Dus ik had passie, maar je moet het ook waarmaken. En op een bepaald ogenblik hebben we daar gesprekken over gevoerd. Allee, dacht ik, ja, zal er de mogelijkheid nog zijn later om het bedrijf over te nemen? Want je hebt een zeer grote emotionele band met alle mensen rondom je heen. En samen bouw je aan een traject. En je probeert daar ook een commitment samen uit te bouwen. En dus en daarom zien we hebben vrij grote of hoge anciëniteit. Mensen die ik aangeworven heb in de jaren 90, waarmee dat we nog altijd volop actief zijn, waar dat we een zeer sterke band hebben. En op dat ogenblik is dat besproken geweest eind jaren 90. Als ik de mogelijkheid zou kunnen krijgen, en dan hebben we een stappenplan ingezet, inderdaad, met de mogelijkheid om daar deeltjes te verwerven. En later is dat dan, als dat dan geconcretiseerd is, gekomen tot een paar jaar terug. Bent u de aandeelhouder geworden? Ja. U heeft een raad van bestuur die heel miniem is. Uzelf en uw stiefvader Desiré, stadsbaarder. Maar daarnaast heeft u een raad van advies en ook een raad van continuïteit. Legt u eens heel kort uit wat die twee raden doen en wat ze zijn. Ja, als raad van bestuur gaan wij dus, wij zitten 6 maal per jaar samen met de raad van advies. Die ook een beperkte groep is, dus met 4 mensen, waarvan 2 externen. En daar toetsen we alle beslissingen, alle strategische beslissingen mee af. En vragen wij. Vraag ik eigenlijk, dat is het klankbord. Het klankbord, maar dat is ook tussentijds, als er belangrijke beslissingen te nemen zijn. En aan de andere zijde hebben we gezorgd voor een raad van continuïteit met mensen die we gevraagd hebben om. Indien er iets zou gebeuren met mezelf of met mijn stiefvader, dat zij dus kunnen kijken dat het bedrijf niet in moeilijkheden qua management komt, dat er dus een continuïteit in de plaats komt. En die mensen worden ook door mij op periodieke wijze geïnformeerd over het reilen en zeilen en de strategie die wij wensen te voeren. Oké. Iets anders, uw bedrijf, we hebben het daarnet gezien, realiseert toch wel heel knappe, fantastische bouwwerken. Het bedrijf zit ook in de lift, groeit heel sterk. Hoeveel? 1800 medewerkers? 1200. 1200 medewerkers, excuseer. Maar toch, 1200 medewerkers stevig uit de kluiten gewassen.
Jullie zijn ook een belangrijke werf voor een belangrijke speler voor de werf van de eeuw, Oosterweel. Zegt u eens, wanneer gaan die Oosterweelwerken gedaan zijn? Is dat wanneer uw zoon het bedrijf leidt, of uw kleindochter, of uw achterkleindochter? Goh, ik denk dat op vandaag, men heeft er 20 jaar, praat men ervan, maar er staat een zeer sterk team ter plaatse, zowel aan opdrachtgeverszijde als aan aannemerszijde op vandaag. Dus de target is 2030. En ik denk dat met evolutie, u kan het zien dagelijks op Linkeroever als u daar voorbij rijdt, wat de evolutie is. We hebben zelfs vorig jaar in het COVID-jaar activiteiten van 21 door de verkeersluwe periode kunnen versnellen. Dus we hebben er goede hoop op dat 2030 een te halen target is. Hoop doet leven. Veel succes straks en met het bedrijf uiteraard, maar ook voor de award. Dank u wel. Het waren 3 prachtige kandidaten. Christophe, hoe gaan we nu verder? Eh ben, en tout cas, d'abord, bravo Isabelle. C'était aussi 3 magnifiques interviews. Et on va donc maintenant, chère Isabelle, chers amis, créer des perspectives. Vous le savez, hein, le mot perspective est très à la mode. Et la perspective que je vous donne, c'est que dans quelques instants, nous saurons qui est l'ambassadeur du Family Award of Excellence 2020. Encore un tout petit peu de patience. Ça aussi, on nous l'a beaucoup demandé ces temps-ci. Mais la patience ici sera récompensée, je vous rassure. Avec Anne de Batselier qui revient, nous allons maintenant savoir quelles sont les questions qui ont été sélectionnées, questions que nous allons poser à nos experts. Anne. I keep on searching for the way to your heart. Try to believe it's getting better. Baby, take me all the way to your heart. I want you. Ja, bij mij ondertussen zitten hier Lisbeth de Ridder van Guberna en Philippe Haspeslag van FBN Belgium. En we gaan meteen met de deur in huis vallen. We gaan eens kijken welke vraag door onze kijkers op de derde plaats is beland. En ik zie dat die onderaan staat. Ja, wat was het in 2020 makkelijker voor familiebedrijven om te investeren dan voor niet-familiale bedrijven? En ik denk, mevrouw de Ridder, dat u daarop wil antwoorden. Ja, ik zou daar best iets op kunnen antwoorden. Ik denk, oplossingen zoeken voor problemen, dat is het DNA van familiebedrijven. En familiebedrijven hebben daar vaak het voordeel dat ze ook een financiële buffer hebben om snel te kunnen inspelen op opportuniteiten. In een recent artikel van de Harvard Business Review stond nog dat familiebedrijven erg bedreven zijn in het migreren naar nieuwe waardecreërende activiteiten. En we zien eigenlijk doorheen de geschiedenis van veel familiebedrijven dat ze tegelijkertijd een beetje functioneren als museum en als laboratorium. Ja. Mm. Oké. Okay. Ik weet niet of de heren die bij jou zitten, Christophe, daar nog iets aan toe willen voegen bij deze vraag? Ah, ben, on va le tout de suite leur demander. Hein. Olivier Van Meleghem, Eric Van Hoof, investissement plus facile pour les entreprises familiales, qui répond? Je pense que les investissements pour les entreprises familiales sont plus faciles de par leurs caractéristiques. Mm-hmm. Dans leur ADN, effectivement, il y a la vision à long terme qui fait qu'ils n'ont pas arrêté d'investir pendant les périodes difficiles. On voit que beaucoup de grandes entreprises ont arrêté d'investir. C'est la première chose qu'ils ont fait quand le Covid s'est manifesté. Et les entreprises familiales, ils ont gardé cette vision à très long terme et ont donc continué. Une deuxième chose, c'est leur sens pour l'entrepreneuriat. C'est dans leur veine que coule ce sang qui veut entreprendre et continuer à investir. Le sang des familles, Anne. Dan gaan we verder met de vraag die de op één na meeste likes heeft gekregen van iedereen die naar ons zit te kijken. En dat is dus, is een formeel opgericht deugdelijk bestuur een hindernis in de wendbaarheid? Ik weet niet wie wil reageren, meneer Haspeslag. Ik voel dat u dat wil doen. Ja. Of de twee. Een pater familias die alles zelf beslist, die zal het meest wendbaar zijn. Ja. Maar of de beslissing altijd de juiste is of gedragen zal zijn, is iets anders. Ik denk dat in deze coronacrisis de eerste reactie in bedrijven, zijn de mensen gezond, is de cash er nog, is het werk van het management.
En als u goed management hebt, dan moest de raad van bestuur dat niet intussen komen. Mm-hmm. Maar terwijl het management bezig is met die onmiddellijke zaken, denk ik dat voor de wendbaarheid van hoe moet het bedrijf zich aanpassen na de corona, wat gaat er blijvend zijn, dat daar de raad van bestuur en erin hebben echt het belangrijkste is. Want je kan niet tegelijkertijd operationeel heel hard bezig zijn en afstand nemen. Mm-hmm. Mevrouw de Ridder, ik kan dat inderdaad... U staat te popelen om nog iets te voegen. Ik kan dat helemaal beamen. Dat familiebedrijven voelen nu ook die voordelen van die externe connectiviteit op bestuursniveau. Mm-hmm. Als zij een raad van bestuur hebben met goede externe bestuurders, dan gebruiken zij die een beetje als dode hoekspiegel of als voelsprieten voor nieuwe opportuniteiten. En dat komt uiteraard zeer goed van pas in deze tijden. Kort nog even naar het balkon. Ik weet niet of de heer... Olivier? Mais je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, une bonne gouvernance qui est en place, en fait, ça crée un cadre serein et donc ça autorise en fait, ces sociétés à aller très vite et prendre des décisions très flexibles. Vite et bien, c'est à vous, Anne. Et oui, et la question qui a eu le plus de votes, de populairste vraag, laat het ons zo zeggen, is wat zijn de volgende 5 jaar de 3 grootste uitdagingen voor onze familiebedrijven? Dat wil ik van allebei toch ook wel horen. Mm-hmm. En ladies first, mevrouw de Ritter eerst misschien. Ja, op governance vlak zou ik kleinere familiebedrijven aanraden, als u ze nog niet hebt, zoek goede externe bestuurders. En de grotere familiebedrijven zou ik aanraden om open te staan voor introspectie en feedback. Ik denk, slimme familiebedrijven die houden zichzelf op regelmatige basis ook een spiegel voor, een beetje buiten hun eigen ecosysteem. Oké. Meneer Haspeslag, hoe ziet u die 3 punten? Ik denk dat de echte challenge voor alle familiebedrijven altijd eerst en vooral opvolging is. Samenhorigheid, opvolging, zowel op raad van bestuur als op aandeelhouderschap, als in het management. En je moet daar lang op voorhand aan beginnen. En het kan plots nodig zijn. Dus dat blijft op nummer 1 staan. Het tweede voor mij, in de huidige tijden zou ik zeggen, mis de boot niet van technologie en mis ook de boot niet om de nieuwe generatie te leren verstaan. Want het wordt een war om new talent en het wordt een war die gewonnen wordt op technologie. En dan als derde zou ik zeggen, dat is die wendbaarheid. Dat is blijven zich aanpassen, dus operationele modellen en alles. En ik denk naarmate een bedrijf iets veroudert of groeit, dat er natuurlijk meer weerstand is tegen verandering. Ook bij de mensen. En dat het heel belangrijk is dat de familiale leiders eigenlijk persoonlijk het voorbeeld geven van te kunnen blijven veranderen. Mm-hmm. Oké, dus daar die wendbaarheid blijven hanteren. Il y a encore quelque chose à ajouter? On va pas faire de tiercé par personne, mais chacun un des grands défis en une phrase. Allez. Une phrase. Olivier. Alors, faites un peu le test de la durabilité. Regardez un peu en fait à travers les process et ce que vous êtes en train de faire et est-ce que le challenge en fait du low carbon est-ce que on doit adapter ou pas? Très bien. Est-ce que c'est important? Eric? Oui, moi je pense qu'un challenge important aussi c'est la communication entre les différentes générations. Il y a les baby boom qui ne travaillent pas du tout de la même façon que les millennials et il y a plusieurs générations entre les deux. La communication et la façon dont ils vont travailler ensemble. Ça... Quand vous avez dit communication, j'espère que vous alliez dire qu'ils venaient tous à la télévision. Bon, ce n'est pas encore le cas, mais ce sera aussi pour bientôt. Voilà, Anne. Ik denk dat daarmee de vragen die door onze kijkers werden geselecteerd mooi beantwoord zijn door de mensen van EY en onze partners. Bedankt mevrouw de Ridder, meneer Haspeslag en beide heren daarboven. En dan is het nu tijd, dames en heren, om onze volgende gast uit te nodigen hier op het podium. En als ik zijn functie meegeef, dan weet u meteen ook al dat we stil aan het hoogtepunt van de avond naderen. Want hier is juryvoorzitter Guido van Herpen. Ce soir est là. Un dragon bronze, toi-même tu sais pourquoi. Pour combiner son souple, toi et moi. On aime tous ces soirées-là. Oh, ces soirées-là.
Ja, en de muziek wordt al wat feestelijker. Ik weet niet of u het gevoeld heeft, meneer Van Herpen. Goedenavond trouwens. Welkom. Ja, dank u wel. Goedenavond ook. Ja, ik denk dat de spanning wat stijgt waarschijnlijk. Ja, het feest kan straks gaan losbarsten. U bent niet alleen juryvoorzitter, maar ook ervaringsdeskundige, mag ik zeggen. Want u heeft met La Lorraine Bakery Group in 2016 de Ambassador Award gewonnen. Hè. Toen werd u uitgekozen als Family Business for Excellence. Absoluut, ja, dat was een fantastisch moment. Vooral een erkenning voor de familie. Maar dit jaar zat u als juryvoorzitter daar natuurlijk en moest u mee beslissen. In coronatijden, dat lijkt me niet evident. Nee, dat was inderdaad in corona een moeilijke periode. Vandaar ook dat het hele event toch 3 maanden uitgesteld geweest is. Ja. Maar als voorzitter van de jury was ik toch heel tevreden met de degelijkheid van het proces. Zoals elk jaar hebben de 3 kandidaten een zeer degelijk dossier ingestuurd. Jammer genoeg hebben we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, maar dit is op een virtuele manier gebeurd. En ik moet zeggen dat we een zeer goede interactie hebben kunnen hebben met de 3 kandidaten. Die hadden dat ook perfect voorbereid, op digitale manier dan. Ja. We hebben ook een goede interactie vraag-antwoord gehad. Dus al bij al, denk ik, hebben we ons een zeer goed oordeel kunnen vormen over de kandidaten. En moet ik zeggen dat ondanks de digitale omgeving passie en drive troef was bij alle kandidaten. Wat kan u ons eigenlijk zeggen over het niveau van de 3 laureaten, zonder natuurlijk de naam van de ambassador bekend te maken? Wel, het niveau van de 3 kandidaten was top. Hè. Uiteindelijk moet je weten dat zij worden gekozen uit vele andere kandidaten. Dus het feit dat ze genomineerd zijn, betekent al wat en wil zeggen dat ze ook eigenlijk voor een groot stuk allemaal sterk beantwoorden aan de 4 criteria die vooropgesteld zijn. Dus ja, een zeer sterk niveau. En als ik dan eventjes misschien mag ingaan op de sterke punten van de 3 kandidaten. Ja. Laten we beginnen bij in alfabetische volgorde, hè, zoals we de hele avond al doen met Carta Mundi bijvoorbeeld. Ook, ja, bijvoorbeeld Carta Mundi. Carta Mundi is eigenlijk een beetje een verborgen parel die uiteindelijk wereldleider geworden is in zijn sector, in de sector van kaarten en gezelschapsspelen. En zij hebben gekozen voor een governance waarin ze een duidelijke scheiding maken tussen een familiaal eigenaarschap en een familiale raad van bestuur enerzijds en zeer bewust gekozen hebben voor een niet-familiale CEO en management. En dat allemaal hebben ze onder elkaar heel goed geregeld met een sterk governance model. De sterke kanten van Lano, wat waren die? En de sterke kanten van Lano. Lano is een Vlaams iconisch bedrijf in de uitgeverijsector. Eigenlijk, en dat zullen weinigen weten, een pionier in de governance. 20 jaar geleden hebben ze al een familiecharter getekend, een beetje avant la lettre. Het is ook een zeer familie-inclusief bedrijf, waar eigenlijk alle leden van de familie en ook van de volgende generatie sterk betrokken worden bij het bedrijf. En ze hebben een governance model waar ieder zijn kans krijgt. Hè. Dat is ook daarnet uitgelegd geweest. Het proces om te zoeken naar de volgende CEO of de volgende generatie die in het bedrijf komt, daar is iedereen ook in betrokken geweest. En dan Stadsbader, welke troeven hadden zij? Wel, Stadsbader is een echt, ja, ras-echt West-Vlaams familiebedrijf met een enorme drive qua ondernemerschap en ook een zeer gehechte teamspirit. Het bedrijf heeft een spectaculaire groei gekend in de laatste 10, 15 jaar in België, maar ook in het buitenland, bijvoorbeeld ook via belangrijke projecten in het Midden-Oosten. En ze hebben ook wel een uniek governance model, eigenlijk gebaseerd op een sterke band eigenaarschap-CEO, maar toch zeer goed beheerd vanuit een soort drieledigheid van governance systemen, een raad van bestuur, een raad van advies en ook een raad van continuïteit. Wel, wie van de 3 het wordt, de spanning is te snijden en we gaan de spanning er nog even in houden, want we gaan eerst nog voor een laatste keer naar Christophe. God, always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible.
Oui, on va surtout chez Patrick Rotiers, Dag meneer Rotiers, country manager en partner bij ERI Belgium. Waarom prijsuitreiking in COVID-tijd? Had u dat niet kunnen cancelen? Maar dat wouden we zeker uiteindelijk niet doen, omdat we vinden dat familiale ondernemingen in zijn algemeenheid vormen eigenlijk een hefboom binnen onze maatschappij. En we hebben in onderling overleg met onze trouwe partners trouwens, zijn we overgegaan om te delibereren of we het zouden door laten gaan of niet. En daar is heel vlug uitgebleken dat we het wel zouden door laten gaan. Net om die reden dat we, niet tegenstaande de COVID-crisis, deze onderneming in de bloemetjes willen zetten. En trouwens, familiebedrijf en EY, het is eigenlijk een love story. Een liefdesverhaal. Dat beschouwen wij ook als een liefdesverhaal trouwens. Ja. Laten we stellen dat ons DNA heel dicht aanleunt bij familiale bedrijven. Als je gaat kijken naar hoe wij in de markt gaan, hoe wij op welke manier wij uiteindelijk onze strategie uitzetten. Ons motto uiteindelijk is Building a Better Working World, waar we vooral de focus hebben op die lange termijnvisie enerzijds en anderzijds maatschappelijk verantwoord en met een duurzame impact ondernemen. Dat is uiteindelijk ook wat familiale ondernemingen doen vandaag. Merci beaucoup, Patrick. Alors, Anne, c'est le moment suprême qui arrive en français, en néerlandais, et c'est à vous. Ja, en we voelen inderdaad dat de spanning hier echt niet meer te houden is. Dus ik zou voorstellen, meneer Van Herpen, haal de omslag tevoorschijn waarin de naam staat van de ambassador van de Family Business Award of Excellence 2020. Qui sera donc l'ambassadeur du Family Business Award of Excellence 2020? De ambassadeur van Family Business Award 2020 is Cartamundi. Proficiat, Cartamundi! Ik zou u willen zoenen, maar dat mag allemaal natuurlijk niet. Maar loop alvast naar de trofee, want dat is de uwe. U mag hem alvast in de lucht steken. Draai hem om, want daar staat ook de naam van de winnaar op. Dan zien we meteen Cartamundi. Proficiat. U krijgt zo meteen ook de kans om even kort te reageren, want dat brengt toch wel wat emoties met zich mee, neem ik aan. Maar eerst willen we natuurlijk van de juryvoorzitter horen waarom precies Cartamundi werd uitgekozen. Ik weet dat er een heel uitgebreid juryrapport werd gemaakt, maar we hebben niet de tijd om daar te diep op in te gaan. Dus de sterke punten die we daar net nog niet hebben gehoord van u. Wel, eerst en vooral, het was een zeer moeilijke keuze. Ja. Ik weet dat dat een cliché is, maar dat was het echt ook. Alle bedrijven hebben gescoord op die vier criteria. En je moet dan kiezen voor het bedrijf dat het net iets beter doet op de mix van die criteria. Dus en wat heeft dan het verschil gemaakt? We hebben de primus inter pares gekozen onder de ambassadeurs. Cartamundi heeft het tot wereldleider gebracht dankzij sterke groei, maar ook gedurfde overnames. En heeft ook heel sterk ingezet op technologische innovatie en disruptie. Twee, in 2020 hebben ze de zet van hun leven gedaan via een overname van de marktleider in de Verenigde Staten. Ze hebben daar 20 jaar op gewacht, geduld gehad. En een familiebedrijf met lange termijn heeft geduld. Maar ondanks of samen met die grote schaalvergroting zijn ze toch een familiebedrijf gebleven met zeer sterke waarden, met passie, ook met de durf van twee families die hebben ingezet op één lange termijn doel. En ook samen hebben ze heel wat risico's durven nemen. En dat alles is beheerd geweest door een zeer degelijk governance systeem. Governance tussen de 50-50 van de twee families, maar ook een governance die de relatie regelt tussen raad van bestuur, familieraad van bestuur en de niet-familiale CEO en management. En ze hebben ook bewezen in 2017, met het pijnlijk overlijden van hun CEO, onverwacht, dat dat governance systeem ook werkt. Hè. Mm-hmm. Ze hebben voor een succesvolle transitie gezorgd in die periode. En tot slot hebben ze ook een actieve raad van bestuur, waarin familie ook vandaag zeer sterk bezig is om de volgende generatie op te leiden,
om een belangrijke rol te blijven spelen via die raad van bestuur, om de familiewaarde en ook de lange termijn belangen van de familie te blijven verdedigen. Dus ik zou zeggen, heel wat argumenten voor de jury om Kartamundi als de ambassadeur en de verdiende winnaar van Family Business Award 2020 gekozen te hebben. Fantastisch mooie woorden zijn het. Geef hem nogmaals een applaus. Kartamundi, ambassador van dit jaar. Dank u wel, meneer Van Herp. Ik zou ook alle andere juryleden van harte willen bedanken. Ze zijn er niet, maar ze zitten waarschijnlijk te kijken voor hun werk. Proficiat ook aan de twee andere laureaten, want hier zitten was al een beetje winnen natuurlijk. En dan geef ik nu graag het woord aan de echte ambassador, de winnaar, de ambassador, de Kartamundi. Uw camera staat daar. Daar, ga uw gang. Oké, dank u wel, Anne. Goedenavond, Guido. Dank u wel. Allemaal thuis ook te volgen. Een fantastisch moment. Vorig jaar moesten we normaal gezien 50 jaar Kartamundi vieren. 1970 was het jaar van de oprichting. En we hebben nog één levende stichter die waarschijnlijk nu aan de televisie gekluisterd zit. Waarschijnlijk, ja. De vader van Frederik hier aanwezig, die samen met de vader van Jean-Louis, Louis de Cartier, het bedrijf in 1970 heeft opgericht. Dat moet een zeer trots moment zijn voor hen. En natuurlijk met de 2500 medewerkers, 2600 medewerkers die we wereldwijd hebben, is dit een ongelooflijk mooi moment. Maar ook echt hartelijk dank voor de organisatoren. Prachtig evenement. In een ongelooflijk decor. Ook aan jou, Christophe. Merci beaucoup. ik denk dat wat ik nog wou zeggen is, als ik mag een woordje in het Engels zeggen, we have a global company. So we're present in Brazil, Japan and India with joint venture partners who are also co-owners of those parts of our business. And I'm sure they're also watching this event. Wow. So this is the family Gonzalves in Brazil, Mr. Amada in Japan, and of course the Kerjewal family in India, long-term partners and greatly invested. And on a final note, pour nos spectateurs en français, merci beaucoup pour cet événement à FBNet, au jury de nous avoir sélectionnés, aux autres candidats, Lano et Spatbader, des entreprises formidables. Et finalement, je fais un petit coucou à ma famille, qui regarde sans doute aussi. Oké, dat wordt een warme welkom straks. En ik weet niet waar u de trofee precies gaat zetten, maar die zal een mooi plekje krijgen. Geniet ervan te volgen. Kartamundi, dames en heren. Fantastisch. Ja, en hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen natuurlijk van dit prachtige evenement. Ik wil toch nog even gebruik maken van de tijd om onze liveband te bedanken, want zij hebben het ook heel fantastisch gedaan. Bedankt liveband onder leiding van Hervé Martens, Nina Babbitt en Patrick Dorséan. Hartelijk dank. En Christophe, we hebben elkaar fysiek bijna, ja, het was allemaal op afstand te doen natuurlijk, maar ik vond het fantastisch om dit met jou te kunnen doen in dit prachtige kader. Voilà, et puis loin des yeux, c'était pas nécessairement loin du cœur. Merci en tout cas à vous, bien sûr, merci à tous nos invités. Bravo à Kartamundi, bravo aussi aux autres lauréats. J'ai suffisamment moi-même, je suis suffisamment rentré à la maison sans avoir gagné le prix pour savoir ce qu'ils ressentaient aujourd'hui. Merci encore à EY, merci à De Tête, l'Echo, tous ceux qui ont aidé à faire cet événement, BNP Paribas Fortis, bien sûr, Gouberna. FBN, sans vous, rien n'aurait été possible et ça aurait été très dommage. Et bien sûr, merci infiniment à vous qui nous avez regardés, even in India, even in Brazil, enfin partout dans le monde, c'est absolument magnifique. Si vous le souhaitez, en ce qui me concerne, vous pouvez regarder C'est pas tous les jours dimanche à 11h dimanche prochain sur RTL. Quoi qu'il en soit, bon, voilà, j'arrête. Quoi qu'il en soit, très bonne soirée à tous et bien sûr à l'année prochaine pour la 8e édition en live, on l'espère, et avec vous, Anne, sans aucun doute. Ja, ik hoop inderdaad dat volgend jaar er een live editie is. Dan kunnen we echt helemaal uit de bol gaan. En zelfs dansen en zoenen en knuffelen en alles erop en eraan. Alleszins bedankt dat u erbij was. En ik maak graag een nieuwe afspraak volgend jaar voor de 8e editie van de Family Business Award of Excellence. Tot ziens. Goeie avond.